Oh. Sorry. Een vriend van mij is hier en. Oh. Roy, dat is mijn neef. Nog, ik was nog niet op. Je doopt mijn neef. Je doopt mijn neef, Roy. Wat is dit? Je bent geen eend meer. Je bent een eekhoorn. Hou op met je eekhoorn. Welkom bij aflevering 30 van Overleven met Roy en de Graftombe. Andersom! Ah. Nee, sorry. Vincent en de Graftombe. Ja, ik wil net zeggen. Nou ja, het is alleen maar voordelig voor jou als ik het mis zeg. Ja, precies. Intro! Daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Roy en Vincent. Zo, en ik ben hier die hoekjes aan het doen met slaps. Oh, ik heb een dubbele gemaakt. Shit. Oh nee. Gezondheid, aap. Dankjewel. Zo, en je ziet dat we verschillende soorten kleuren hout hebben gebruikt. Was jij het nog niet mee eens, Roy? Super mooi. Nou, je moet wat, hè? Het is wel weer wat anders, toch? Het is weer wat anders. Ja, het is anders, maar... Zal ik hier... Nee, dat gaat niet meer. Sorry. Hier heb je een blokje. Oh, oké, dankjewel voor dit blokje. Misschien kunnen we hier van die palen in de hoek zetten. Die zo steunen op de grond. Van die stone pillars. Is dat niet leuk? Dan heb je een beetje paleisachtig. Ik weet niet hoe je die... Ik ga eens kijken of... Ja, ik ga wel maken. Weet je hoe je dat moet doen? Nee, maar ik zoek wel uit. Stone pillars. Volgens mij gaat dat met stone, hè? Nee, met cobblestone, denk ik. Echt? Ja, joh. Het zijn cobblestone pillars, hè? Oh, oké. Ga eens kijken. Zoiets. Zo. Is die in een fence vorm? Denk het. Oh ja, ik heb ze. Yay. Ja? Gewoon, zeg maar, 6. Mag ik... kan je een paar van mij maken? Want ik heb geen cobblestone. Ik heb alleen maar stone, joh. Ik denk dat we stone sowieso moeten bewaren. Want daar kunnen hele mooie dingen van maken. Hallo. Ik gooi eens even neer. Alsjeblieft. En dit is aflevering 30 en dat betekent dat we ook even wat langer doorgaan dan normaal. Yeah. Dat kan gewoon. Ik vind wel dat we die ramen hier dan moeten breken, want het ziet er dan niet uit als we dat, ja. Nee, dat vind ik ook. Maar ja, dan moet je wel dat stone, of ja. Ja, dan moeten we wood hebben. Heb jij dat wood toevallig? Ik heb het niet bij me, hoor. Nee, dat heb ik niet. Wacht even. Dat is ook goed, toch? Ik ga halen, oké? Ja. Niks anders neerzetten. Oh, onze grote vriend is er weer. Londrol. Oh jee. Oh jee. Ik vlug maar vast. Oh. Nee hoor. Want die ramen kloppen ook niet helemaal, hè? 100%. Hoezo niet? Nou, als ik hier ook zo'n pilaar wil plaatsen, gaat hij ook door een raam in. Nou, jammer dan. Valt weg, wat zeg je? Daar verzinnen we wel iets op. Ja, tuurlijk. Oh, je hebt ook wood. Ja. Yay. Kijk. En hier zo. Ja, kijk, hierachter zit ook een stuk glas. Ja. Moeilijk, hè? Ja, die weg dan maar. Oké. Toch? Ja, kan wel. Wat gaan we hier maken? Een chesten en met de opslag. Vind ja, prima. Dat is wel makkelijk. Want, denk ik. Het is altijd. Wat zeg je? Vind je niet? Het is altijd zo verlopen naar die chesten. Ja, op zich wel. Ja, het is, en we hebben nog heel veel chesten. Oh ja. Waar zijn die ook weer? Overige items? Hier, bij de wood. Oh, we hebben best wel veel. Ik neem er gewoon een paar mee dan. Ik had er zelfs nog 5 ook van die kratjes, van die kisten die iedereen dropte. Ja, wat, daarom. Iedereen zet ze neer hier. Mag ik neem wat tines? Hoop dat daar weer dag wordt. Kijk hoor. Ja, chester kan ik neerzetten. Even 2 aan 2. Oh, hier kan ik dus maar 1 neerzetten. Dat is een beetje jammer. Oh. Kan ik 1 in het midden neerzetten? Dat zou op zich wel kunnen. Dat staat wel mooi, denk ik. Doe maar ja. Kijk hoor. Kijk, iedereen AFK gaan. Ja? Moeten wij ook AFK zijn? Ja, maar gaan we slapen? Ik doe AFK. Even een bedje liggen. Ik doe ook AFK. Dan wordt het. Ik ga lekker liggen. Ja, oké. Okay, als je maar AFK gaat. Ja? Yay, ja, dat werkt. Jee. Nou, ik wist helemaal niet dat het werkte, joh. Slapen? Ja, we hebben een middagtukje, maar je slaapt altijd. Oh. Gewoon een paar chesten doen dan, als opslag ja, extra. Maar. Ja. En wat kunnen we daarin doen dan? Of verdenken we dat nog wel? Ja, gewoon eten en spullen en hout. Ja. Zo, ik heb gewoon wat chesten hier. Dus ja, we ook mooi dit hoor, zo. Ja, wel leuk, toch? Shot eruit, ja hoor. Even kijken, nou ja, ik kan wel wat... Kijk, dit is natuurlijk onze belangrijke chest met waardevolle spulletjes. Ik denk dat we dat kunnen verhuizen dan, maar dan, ja, dan zal ik wel... Oh, hij zit wel heel vol, ja. Ik zal wel even... Kun je ook weer opdelen, hè? Ja.
Klopt. Oh, jij mag me helpen. Ik heb de... Ja, ik vind het prima. Zal ik het noemen? Zal ik de diamonds iets een naam geven zoals... Waardevol... Ja, misschien... hoe noem je dat? Ja, Oars en zo. Of ja, nee, dat heette geen oars. Zal ik het gewoon waardevolle spullen? Ja, doe maar weer. Waardevolle spullen. Vond ik wel een hele mooie naam, hoor. Ja, heel mooi. Emeralds, mijn slijmbal vind ik dan daar niet weer bij passen, weet je wel? Moet ook in de mobdrops. Ja. Maar heb jij waarschijnlijk dan neergelegd? Nee, die slijmballen kwamen uit de kisten. Oh, in dat ding! Oh ja, ja, slijmballen zagen wel mooi uit op zich. En de pearls doe ik er ook in, bij de waardevolle spullen. Oh, je doet alles erin daar gelijk, oh jee. Ja, ik vond dat zoveel? Wel waardevol. Ja, ik zou die fishing roepjes zou ik gewoon bij de wapens leggen, zeg maar. Want we hebben ook een wapenskist met allemaal, ik pak die er wel uit, hè. Ja, voor mooi. Die boeken zou ik wel inlaten, Lied ook. Het Heilige Land hoort niet echt daar thuis, Saddle ook niet. Die zou ik weer bij items doen. Ik zou ik heb echt, je pickhole. Ja, ik zou die redstone hoort daar ook niet echt in waardevolle spullen, vind ik. Dan moet jij, jij wou het graag opdelen, toch? Ja. Dan zou ik dat niet... kijk, hier hebben we een wapenkist. Ja, dat is waar. En er kunnen... Oh, potions. Zadel. Er zitten heel veel... Ik heb heel veel power dingetjes. Kijk, een boekje kan er ook wel in. Een boekje, maar nee, dat is een heilige land, hè. Dat is... kijk hoor. Heilige land. Ja, dat heeft dingen... Dinos heeft dat neergezet voor ons. Oh, oké. Okay. Ik weet niet waar het in hoort. Die kleding moeten we ook even in armor hebben. We hebben niet zoveel armor, hè? Nou, nee. En nog een beetje maar voedsel. Er zit ook stone in en zo, dat ik zoiets heb van, dat is ook niet echt waardevol. Hopper, even kijken, armor. Oh, ik moet net shift doen, zo. Dus we zijn een beetje dingen aan het opschonen in ons, in ons, wat is mijn armor eigenlijk? Ook, ik ben wel een beetje diamond, Maar als het glas loopt aan de buitenkant, gaan dan die signs kapot, ja hè? Ja, maar dan dat kan niet gesloopt worden, Oh, dat kan niet gesloopt worden. Nee, klopt. Oké, door ons. Wat, moeten we hier eten doen? Etenspullen hier aan de... Ja? Oké, doe maar. Etenswaren. Dan haal ik wat van daar naar hier. Oh. Het zit echt al bijna vol. Wat die drink, die etenswaren? Ja, hier in het schuurtje. Ja, die zit helemaal vol, die chest, ja. Ja, die maar zit echt aardig. Maar misschien kunnen we de helft meenemen en dan... Ja, dat doe ik nu. Want we kunnen ook nog worteltjes meenemen. Heel veel wortels. Misschien, ik weet niet of jij het land wil doen. Ja. Is er eigenlijk geen snellere manier om dat te doen? Ja, je hebt volgens mij wel met pistons kan je werken, weet je wel. En met water, volgens mij ook. Ja. Je kan water laten stromen of zo. Ja. En dan gaan die alles kapot maken. En dan gaan die worteltjes, moet je het schuin laten aflopen. En dan gaan die worteltjes, die vallen dan allemaal bij elkaar, geloof ik. Waar was dat het, ja? Geen aardappelen meer, hoor. Nee. Lijkt net een Nederlander, joh, met al die aardappelen. Wel. Maar lekker carrots, hoor. De carrots, ik weet niet, maar die carrots geven veel meer eten. Ja? Vind je? Nou, vlees altijd hoor. Oké. Ja, het carrots ook wel aardig hoor. Ja, ik heb geen ho, dus ik kan niet zoveel... Ik wel. Ho. Ik heb ook een poison potato. Die gooi ik altijd in de auto, hè? Nee, dat hoeft niet hoor. Die gooi je dan dat, ook af en toe op het land. Krijgen we dat gezeur weer. Iets maar. Oh ja, die hebben wat wortels in gedaan. Oh, je hebt ze helemaal volgelegd. Nou, dan zal ik daar bij het aansluiten. Meloenie. Oh. En Meloenie. Oh, potato. Maar die mogen nog niet, want die moet eerst gekookt worden. Want het staat ook op de chest dat gekookt, hè? Bakken. Ja. Ik heb gekookt erop gezet. Ja, die moet je wel erop zetten. Moet je wel goed bakken natuurlijk, hè? Die potatoes vooral. Ja, joh. Nou, eet maar poison potato. Oh, dat is lekker. Lekker zo. Zo, ik heb even aardappeltjes in de ovens gedaan. We hebben wel kool nodig, hoor. Ik denk dat ik wel even ga mijnen binnenkort, want we hebben wel weer kool nodig. Ja? Ja, zeker weten. Nou, nee, we hebben niet geen kool meer. Ja. Nee, joh. Nou, ja, we hebben wel kool, maar het ligt allemaal in de grens van 20 en tussen de 20 en de 30. De 40, 20 en de 40. Dus
Ja, ik ben er wel een beetje... Dan moeten we even maar uitkijken. De koolrots gaat snel op, hoor. Ja, dat is waar. Oh, het land is helemaal leeg. Ga je er nog aardappeltjes planten? Ja, ja, ik ga nog planten. Of misschien, ik weet niet wat we nog meer kunnen planten. Zoals de sugar en zo. Is dat het enige wat we kunnen planten? Alleen maar carrots, aardappelen en meloen? We kunnen ook wiet. Met ja, zaad. Oh. Ja, kan ook. Met brood, ja. Even kijken hoor. Dat kan ook, ja. Even kijken hoor. Ja, ik heb sugarcane, maar die kan ik natuurlijk voor, ik kan papier maken met sugarcane. Wat kon ik ook weer meer maken nog? Er was nog iets wat kon maken. Ik had wiet neerzetten, dat was ook wel sugar. Oh, dat is goed. En met die sugar kon je weer wat maken, toch? Oh, een taart. Ja, ook. En je kon, met sugarcane kon je bladzijdes maken voor boeken. Oh ja, nou ja, ik hoef niet per se een boek te maken. Ik heb suiker gedaan en dan een taart hadden we ook nodig voor dingen. Wat hadden we een taart nodig? Een melk van een koe? Twee keer melk. En je had wiet nodig. Drie keer melk, toch? Nee, twee keer. Toch? Ik dacht drie keer. Drie emmers, dacht ik. Want je moet ze drie onder elkaar doen, volgens mij. Nee, twee. Nee, één maar. Ja, ik heb Minecraft... Ja, drie? Ik heb op de Xbox gespeeld, Minecraft. En daar heb ik heel veel taarten gemaakt. Vandaar dat ik het nog wist. Ja, echt waar. Wow. Hebben we koeien? Ja, we hebben koeien. Oh, je raadt het nooit, maar een koe zegt gewoon keihard boe, hè? Echt waar? Nee, moe zeggen ze eigenlijk officieel, hè? Meen je niet. Ja, echt waar. Wat is dit? En één koe heeft gewoon drie keer melk gegeven. En wat hebben we nog meer nodig? Melk, sugar en nog iets. En wiet. Wiet? En nee, dat, wiet? Nee. Nee, joh. We hebben melk nodig en sugar en nog wat erop. En wiet. En wiet, ja? En... Waar hebben we wiet dan? En eieren. Oh, eggs, dat was het, ja, eggs. Hebben we eieren? Ja, tuurlijk hebben we eieren. We hebben heel veel eieren zelfs. Dat kom maar, Annabelle. Ja, hier hebben ze weer heel veel eieren gepoept. En ik kan ook de kist helemaal niet meer openen. De private chest is locked bij jou, maar ik kan hem niet meer openen. Want dat hij zit onder de grond hier, of onder de... Dus nee, joh. Dus ik moet hem slopen, maar dan komen zoveel eieren uit. Want nee, dat... oh my god. Ja. Niet doen. Nee, natuurlijk niet. Ik heb eieren. Ik ga een taart maken. Speciaal voor aflevering 30. Ik weet niet welke volgorde ik moet doen. Maar ik ga maar gewoon wel proberen. Ja, ik ben het weer vergeten. Want op de Xbox versie is het makkelijk hoor. Kijk, ik weet niet waarom ik 18 eieren erin gooi. We hebben trouwens nog een paar taarten in de chesten liggen. Die hebben we ook gekregen. Ik weet niet hoe je een taart maakt hoor. Ik weet het echt niet meer, Robby. Ik snap er echt niks meer van. Ik weet niet meer hoe je een taart maakt. Echt heel, heel erg. Ik heb nu melk, eggs en sugar. Maar je hebt wiet nodig, of niet? Geen sugar. Ja, wiet en sugar, allebei. Maar wat is wiet dan? Dat is niet dit spel. Dat is dat zeg maar dat gele bosje. Hebben we dat hier? Ja. Hebben we dat in de chest, denk ik? Ik denk dat wij wel hier ergens... Ergens moet dat toch wel liggen? Sugarcane, wiet. Ja, ik heb het hier. Oh. Kijk, nu gaat het lukken hoor. Nu gaat het zeker lukken. Dus wiet bovenop? Dat weet ik niet. Een brood, dan heb je melk. En dan heb je sugar. Nee, andere volgorde. Ik draai ze om. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het echt niet, joh. Ik weet wel dat de hele farm nu weer lekker... Daar is hij weer goed. Geleegd is. Hij moet dadelijk wat laten zien. Ik snap het niet. Boven melk, zegt Irma. Boven melk, ja? Zegt ze, ja. Beneden wiet. Heb ik. En dan daarboven moet... Oh, ik had sugar. Ik zit al met het sugar altijd. Nee, eieren lukt ook niet. Midden eieren lukt niet. Wacht, ik ga omdraaien. Wat een gedoe. Mensen die dit heel veel spelen, die weten het. Ook dat lukt niet. Oh, wat erg. Ik weet niet hoe ik een taart maak, Robby. Ik weet het ook niet. Ik weet het echt niet. Moet ik het omdraaien? En mensen die storen zich nu keihard aan mij. Want die denken van Vincent, weet je... Wacht even. Iemand zegt midden sugar, egg, sugar. Wacht, midden sugar, egg, sugar? Hebben we geen melk nodig? Jawel. Nou, waarom staat onder dan... Onder wiet? Ja, iemand zegt het. Ja.
Onderwiet. We krijgen boven melk. Ja. 3 wiet onder, dan midden sugar, egg, sugar, dan... Wacht, 3 wiet onder, dan midden sugar, egg, sugar. Oké. Okay. Sugar, egg, boven sugar. Melk. Hè. Zo, het eindelijk gelukt hoor. Jeetje, wat een gedoe. Ik geloof dat op de Xbox is het anders. Ja, ik heb een taart gemaakt. Ja, dat zou best kunnen. Zullen we hem zien? Even de deur dicht. Het wordt nacht, heb jij de vuurwerk nog? Oh ja, dat kunnen we voor aflevering 30 doen, voor deze aflevering. Eerste tuin hier, toch? Ja, is goed, ja. Hier, op dat ding. In het midden? Hier, op van dat... de carpet. Oh. Oh ja, hier zo. Dat was ze. Ja. Ah. Oh. En dan gaan we vuurwerk? Moet ik wel afsteken? Zo. Hè? Wat? Nog een... Oh. Mijn hemel. Oké. Okay, ja, hier gaan we met z'n allen... Ja, oké. Okay. Ga ik het vuurwerk ja, in midden, hè? Wacht, midden, moeten we ook op een blokje doen, op een speciaal blokje, op een vuurwerkblokje of zo. Heb je een vuurwerkblokje? Ja, ik heb hier een vuurwerkblokje. Oh, ik hang vast. Oh, echt? Voor dit speciale moment? Ja, wacht, okay. Ik ben er weer. Hierop. Snel. Oh, doe het snel! Ja, Shit. Hallo? Wacht, ik moet heel even afsluiten weer. Oké, leuk. Ja, dat lukt bij Roy. Speciaal, die kan alle games verdragen. Garry's Mod, noem maar op, maar Minecraft lukt niet. Het is vervloekt. Ik ga heel snel weer afsluiten. Ik wacht al. Inmiddels ga ik even... Kan ik even naar Clarabel? Waar is Clarabel? Is die hier beneden? Clarabel! Clarabel! Wie is Clarabel? De koe. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat ze een kip was. Nee. Ah? Clarabel de koe, hè? Ja, daarom. Oh, /AFK. Kan je, als je AFK bent, of AFK, dan... AVK. Dan ontsnap je. Ik kom er weer aan, ik ben er bijna. Gaat het wel de dag worden? Het gaat dag worden? Ja, sowieso. Oké, nu moet er een koe komen. Kom maar, koetjes. Ik ben er! Ja? Oké. Okay. Maar het is wel, ja, het is dag geworden. Helaas. We moeten wachten totdat het weer dag wordt. Houden we het ding maar bij. Oh, jammer. Ja, jammer. Kip ontsnap, ik weet het. Oh! Dat maakt niet uit, maakt niet uit. Hup. Ik kan hem duwen. Ga terug. Oh! Wat doe jij dan? Eten! Ik wil de koe hebben, want ik wil melk. Kom maar, Melkie. Kom maar, koetje. Maakt al het de farm kapot. Koetje. Maar de koeien zijn allemaal aan de andere kant. Oh, daar zit een creeper! Oh! Is niemand dood? Oké. Oh, koetje hier. Ik hoorde hem ontploffen, ja. Maak je het hek ook weer? Welk hek? Ja, je hebt een hekje gesloten. Ja, ik moest er voorbij, maar... ik heb hier in mijn dingen nog. Kom maar aan. Moeten we nog even kijken op cobblestone. We hebben natuurlijk ook steen en zo. Misschien kunnen we dat ook vervoeren. Dirt kunnen we wel in de kist laten hier in het schuur. Want het zijn echt belangrijke dingen zoals stone. Kijk hoor. Weer een creeper om. Ja, zitten mensen weer in de buurt te kloten voor mij. Mm-hmm. Kijk hoor, ik heb stone. Even kijken, kunnen we dat ergens hier inzetten? Stone pilaars doe ik er ook in. En dan noem ik dit ook de stone chest. Oh. Stone chest. Don't chest. Oké. En de houtkist? Houtchest noemen we dit. En ja. Ziet wel leuk uit. Zo. En ik heb nog eieren over. Oh, ja, die eieren kan, ik vind het zo jammer dat je de eieren niet kan bakken of zo. Dat is iets wat ik mis. Zo'n eitje zo, met lekker spek erbij. En dan... Erik woonde bij ons boven, maar die is nooit meer teruggekomen. Misschien heeft hij wel items die we ook nog kunnen sorteren, want zijn bed staat hier ook niet meer zeer. Hij heeft toch wel aardig wat emeralds. En zijn bed is weg, voor mij is hij verhuisd. Oh! Huh? TNT heeft hij, dat is ook belangrijk. Ik pak gewoon zijn eieren even af. Hoe is zijn bed weg dan? Ja, weet ik niet. Wat raar. Cactus heeft hij ook. Heel veel cactussen. Ja, joh. Oh, iemand heeft zijn bed weggehaald gewoon. Echt? Ja. Wie? Rind.
Oh, jammer. Dat is jammer, wel jammer. Jammer dit. Maar ik zou nog in deze aflevering, omdat we een extra aflevering hebben, ga ik gewoon eventjes ook wat leuks doen. Ik ga namelijk... je zucht heel hard, Roy. Even kijken hoor, gaan we ook minen een beetje. Dat hadden we beloofd. Even kijken hoor, ik heb wel heel veel spullen bij me, dus ik moest even dan... Ja, ergens anders sorteren, je mag dat niet meer. Als ik het nou even in deze kist doe, hallo. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Oh my god. Oh, het is een villager. Monster Hunter, achievement, hè? Hoe zie je achievements? Ja. Hoe zie je achievements? Heb je, met een knop of zo? Bij, als je op S drukt en dan heb je dan onder Back to Game heb je achievements staan. Ja? En ik heb maar Monster Hunter, wat heb helemaal, ik gedaan? Heb ik het idee. Even kijken, ja, ik heb Monster Hunter, ik weet niet wat ik moest doen. Monster Hunter, attack and destroy a monster. Nou. Ik heb toch zoveel zombies vermoord? Ja, daarom, ik snap ook niet echt wat met die... Die achievements werken volgens mij ook helemaal niet of zo. Ik weet het ook niet. Ik weet wel dat ik even hier alle zooi erop en dan kan jij het even sorteren. Maar dan pak ik even wat zooi mee wat ik echt nodig heb voor de mijn. Oh, waar moet ik dat sorteren? Alsjeblieft. Of ga je meemijnen zo? Dan kom je zelf even meemijnen. Ik ga de mijnen. Ik ga wel twee dingen sorteren en de rest... De rest apies. Een aap. Oh, nee, wereldslag. Waarom al die kippen altijd naar buiten? Wat doe je? Oh, je zag hem echt eentje uitpoepen, joh. Een eitje. Ja, hij wil naar buiten, joh. Als je de kooi open doet, je ziet hem ook loeren, hè. Naar buiten. Maar ze willen allemaal naar buiten, joh. Nou, dan gaan we. Heb je toortjes mee, Robby? Nee. Ik heb geen toortjes. Ik ook. Wacht, ik maak. Ja, maak maar. En ik heb geen, ik heb wel een speciale iron pickaxe. Zo, gaan we maar even in deze speciale aflevering 30 nog even lekker. Even in de mijn. Maar wat met het vuurwerk dan? Oh ja. Ja. Doen we dat ook zo? Doen we dat dan zo, ja. Even dadelijk. En de supertocht, ja, die kunnen we ook nog doen, ja. We hebben nog een supertocht om te volbrengen. Maar we hebben nu kool nodig. Nu is het dringend om kool te... Ja, ik heb geen kool. 14 super. Kool heb ik al. En 8 toortjes, dat is niet zo heel veel. Ik heb ook... gewoon een hele stack. Komt ook Erik om af. Halt! Niet verder komen, alsjeblieft. Oh! Je betreedt mijn toezicht. Dit al Erik. Ja, wat moet die slijm dan? Daar heb ik ook niet zoveel aan. Ja, gewoon... Hoeveel laag zitten we nu in ieder geval? Dat moeten we even weten. Nou, niet zo laag. Nou ja, 6. Hier zit de cobblestone al, dus we zitten best wel laag. Ja. Oh. Dus dit is 8. Ik weet niet of we op min 8 moeten zitten voor diamond of 8 of voor kool. Kool zie je sowieso over het algemeen wel veel, dacht ik. Kijk, dat lava brengt wel een beetje licht mee. Kijk uit, Roy. Voordat we verdwalen, moeten we wel kijken dat we niet weg... Daar zie ik kool. Zag ik dat kool of niet? Ja, wat daarboven. Kool? Nee. Oh ja. Nee, dat was... Nee, dat was al. Dat was een skeleton. Dat was bloemkool, was dat. Dat was een skeleton. Oh ja. Wel rood. Ben je daar naar boven misschien? Want daar is het donker. Ja, dat is een mijn, ja. Ik ga die skeleton eerst vermoorden. Oh, hij komt al. Oké. Hier moet er wel kool in de buurt zijn. Ik heb Optifine, dus ik kan een klein beetje inzoomen. Hier zijn we ook wel eens eerder geweest. Ik denk helemaal boven, joh. Ja. Even kijken hoor. Hier hing ik vast en dat was echt niet leuk. Oh, dus hier kan je niet heen. Nee, ja, mijn Minecraft hing vast. Oh ja, dat moet je hier niet hebben, nee. Nee, hè? Kijk hoor. Kijk uit hoor. Ja, kijk uit. Wat ben je toch weer lekker bij die hand? Ik, hè? Hier naar boven. Hè? Zeg je? Oké, hier naar boven. Oh nee, hier was niks. Nee, daarom. Volg mij maar. Ja, ik volg jou. Oh. Zag je wat ik deed? Ja, je zit hem in me. Ik heb ook geen extra steen meegenomen, maar dat heb ik daar toch wel. Ik moet even springen hier. We hebben een rondje gelopen nu. Echt? Ja. Nee hoor. Oh, hier starten we. Je komt er vandaan. Of hier ergens. Ja, klopt. We hebben een kool nodig, mensen. Waar is kool? Dat hout niet verbrandt. Nee, stom, hè? Oh, daar zit wel... Oh, kijk, een opa. Oude skin van Brian. Dat heb ik niet. Oh, een texture pack. Ik heb nu weer
Ja, wat zeg je? Daarboven is kool. Waar? Oh ja. Daarboven. Ja, hoe kom ik daar? Wacht even. Oh, Winnie de Pooh! Winnie de Pooh, ik kan je niet voor, je bent cute, maar ik moet het doen. Sorry, Winnie de Pooh. Spijt me. Het erop een iron bar. Echt? Ja. Oh, nice. Wacht even, weg Robby. Wacht even. Ja, oké, ga. Als jij even met dirt dadelijk, wacht even, een trappetje maken, wacht even. Zo. Kan jij met dirt een trap maken? Oh, ja, hier moet je lekker gaan springen. Zorg dat je dit ook opvangt. En dat niet naar beneden. Ah, goed zo. Goed zo, aap. Het is wel heel donker hier hoor. Ik zie echt amper wat. Ik hoop dat de kijkers ook wat zien. Maar er zit altijd wel veel kool bij elkaar hoor. Dat is wel fijn altijd. Ja, kijk. Zo. Uit. Zeg je, Roy? Er valt kool. Wat? Er valt kool. Oké. Okay. Oké. Ja, nou ja, dat kan. Ja, hier ligt het. Niet zoveel, denk ik. Ja, no, no. Twee dingen, denk ik. No. Kunnen we even verder hier naar boven. Acht. Zullen we hier naar boven gaan verder? En dan kijken of we daar wat kunnen vinden? Want ik denk dat dit de diep is voor kool. Denk ik. Ja, ik weet niet zeker, hoor. Ik wacht wel even op jou. Waar ben je? Gewoon daarboven lopen en dan naar rechts. Daar is toch een gang hier achter je? Nee, de gang, hier. Oh, daar. Naar links. Ja. Hallo. Voor een spin? Ja, ik hoor hem ook. Ik denk dat hier wel ergens iets zit, misschien. Is het donker hier geweest, of wel? Hier wel weer. Oh ja, jammer. Wat zit hier dan achter? Weet niet, maar ik sluit het water even af. Het water gaat ook helemaal niet meer afsluiten. Oké. Okay. Oh. Waar ben je nu? Daar ben ik jou wel kwijt. Daar ben ik jou wel kwijt, zeg maar. Ik sta naast je. Oh. Oh, we laggen. Oh. Ja, oh. Oh, was een lagstoot, joh. Ja, joh. Ik denk dat ze een keer herstart moet worden. Het staat al echt al 2 maanden aan of zo. Hier is een gang, joh. Ja, ik weet niet waar ik ben. Oh, daar. Is dit niet, dan onze... Weet ik niet, we kunnen even naar boven gaan. Ziet er wel naar uit, maar dat kan me niet herinneren dat dit van ons is. Voor mij... Ik weet het niet. Verloren hoor, waar we uitkomen. En dan kunnen we misschien wel even het vuurwerk... Ik zie wel een... Nee, dit is niet van ons. Oh, er zit nou totaal bij iemand anders. Oh, we zitten bij de buren, joh. Is het de buren, ja? Nou, doen we slash home. Ja, dat staat fort. Oké, okay, doen we slash home, dan komen we terug. Hallo. Zullen we het vuur afsteken, want het is nachts? Oké. Okay. 3. Wacht. 2. Goed kijken, hè? Ja. 1. Oh. Nou, wel een heel zielig dingetje eigenlijk. Hè? Nou. Heel Degene maar wel leuk. Die het heeft gegeven heeft er hartstikke zijn best op. Ja, dat wel. Nee, het was ook hartstikke leuk. We hebben het mooi in de video. En nou de optocht. Gaan we nu de zoektocht doen? Oh ja, de zoektocht. Wacht, ik ga hier even iets neerzetten. Ik heb daar een iron bar nog van die zombie. Die gooi ik even gelijk in een goede kist. Oh ja, ik heb nog wat. En misschien kunnen we hier... Ik denk dat we hier nog een torch moeten plaatsen hoor. Hier lekker in die rand. We kunnen ook misschien glowstone maken ooit nog. Daar. Zo, mooi. Wat is er? Waarom kijk je zo? Waarom kijk je? Ah! Oh, het is Koen! Hoe komen die? Ga weg! Hoe komen die hier uit deze kelder? Kan niet, dit is zwaar bewaakt met torches. Nou. Oh, hier. Ik sluit het af hoor. Ja hoor. Ja, ik heb niks meer om het af te sluiten. Ik wel. Zo. Stinkbeest, hè? Echt, hè? Misschien zitten hier wel beesten, want die kunnen door de achterdeur komen. Oh. Ah! Waarom doe je dat? Ik denk dat ze op het huis zitten. Kom. Kunnen we de optocht doen? Kom, doe dicht.
Of die zoektocht. Peurtocht, ja. Die is achter het huis. Oh, er komt er nog één. Waar komen die vandaan? Ik weet het echt niet, dat hoor. Dat is Demi. Oude Demi. Oh, ik weet het ook niet. Gaan we verder gaan? Ja. Anders blijven we zombies hunten. Zo, gaan eens kijken wat we hebben. Oh, hoe komen we daar buiten? Oh, iemand heeft alweer iets gesloopt hier. Heel fijn. Oh, heb jij zo'n blokje die je daarna kunt plaatsen? Ja, dat kan. Oké, okay, even kijken hoor. Hier staat Thomas, nog heel veel. Sorry dat je deze blokjes gemijnd hebt, mijn excuus. Ik mijn hem nu ook. Oh, en natuurlijk vergeet ik Vincent niet. Oh, en PS lepels. Oh, deze is voor mij. Oh. Oh, wow. Mag ik kijken wat erin zit? Ja, heel veel. Bij jou? Oh, jij hebt ongeveer hetzelfde. Hé, hey, je hebt mijn diamond gestolen! Nee, er zat geen diamond in bij jou. Gestolen. Er zat geen diamond in bij jou. Ach, ga weg. Stil, stinkert. Ik wou gewoon kijken wat er bij jou in zat. Gefeliciteerd met je verjaardag, schatten. Timo Rossenaar. Hier nog. Cadeautje van Robbie en Krolbeer. Ja, ik wil Krolbeer. Ga niet in mijn kist kijken. Opzouten! Ik zit je in mijn kist. Allebei. Nee, je zat net in mijne. Niet waar. Ja, je zat te kijken wat ik had. Wat moet mijn klei allemaal? Van Iris. Oeh! Oeh, ik heb mijn diamond over. Ik liet mijn muil vallen. Van Iris VM. Iris VM. PS, mooi huis. PPS kwak. PPS leuke server. Aldi. Hoeven nooit meer bordjes te maken. Als je denkt wat is fortuin? Fortuin is dat je meestal meer dia krijgt uit één dia. Ja. Oké, okay, thanks. Ja. Oh, er zit een schuurtje hier. Wat zeg je? Er zit een creeper in ons schuurtje. Echt? Ja. Ook oh, hier zitten heel veel creepers. Echt? Laat zien. Oeh. Dood. Nou, heel veel creepers, dan denk ik aan vier, maar ik zie er maar eentje. Daar liep nog iets. Oké, hier niet misschien. Weer een gat gemaakt hier. Mooi hoor, die gaten. Dit is die speurtocht. Oh ja, gaan we die doen. Kijk hoor. Speurtocht, ga naar rechts. Sprint of je gaat eraan. Ja, ik ga dat niet erin, want... Je hebt wat nog, eten om te sprinten. Ja, nee, ik ga niet sprinten, want... Waarom niet? Nou ja, ik wil niet dat ik dood ga. Waarom niet? Hallo Jeffrey. Ja, maar ik ga gewoon. Hallo Jeffrey. Heb je een mond, Jeffrey? Jeffrey heeft geen mond, zie je het? Ja, maar ook. Ze zeggen allemaal niks. Hoor je het? Ik hoor ze allemaal. Ik hoor niks. Ik heb wel een mond. Oh, je hebt een mond, ja. Durf jij hierin? Volgens mij is het een beetje mislukt. Wat dan? Omdat het zand naar beneden is gevallen en dat hoort niet. Ik hang weer vast. Ik durf er niet in. Ik ben bang dat ik dood ga. Nou. Ja, dat is zo. Nou, ik kwam er niet overheen. Dat wel. Oké. Okay. Was het een leuke sporttocht? Kijk gewoon even bij Robbie op haar kanaal. En dan zie je hoe de spurt nou, eruit ziet. Nou, ik viel naar beneden en toen... Oh, en toen ging je dood. Nee, ik ging niet dood. Keihard doodgaan in die... Nee, daar, ik ben niet dood gegaan. Kijk hoor, waardevolle spulletjes. Ik heb wel echt een Diamond Axe met plus attacking damage. En plus attacking damage 5 en 6. Voor mij is dat keihard hoor. Bedankt, Iris. Ik ga toch nog eens die speurtocht doen. Ja? Durf je het aan? Oh, wat is een gold ignot en een nugget? Wat is het verschil tussen die twee? Oh, ik ben naar beneden gevallen gold weer. Nuggets, wat zijn dat? Is dat een kipnugget in goud? Iemand? Weet iemand dat? Hey, diamond! Ja? Ja. Oh. Kan hij alles pakken? Ik heb trouwens nog kool, hè? Weet je nog? Ik ga eens even wat kool erbij stoppen. En we hebben wat frietjes gemaakt. Ik stop in alles gewoon wat kool zo. Huppakee. Ik pak kom weer naar de frietjes jou. Eruit. Ja. Zo. En we hebben genoeg baked potatoes nu. Even kijken. Kunnen we nog wat braden? Ik heb hier nog twee kippetjes. Die kunnen nog even de oven in. Lekker kippetjes. Lekker kippetjes. Kijk hoor. Wat kan we nog meer erin doen? Ik had heel veel friet gemaakt. Friet is nieuw. Oh hier zo. Friet is voor Belgen. Ja.
En ik heb ook klein en zo. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Klein? Niet aan mij geven! Waarom? Waarom, Vincent? Waarom? Oh, ik heb nog steeds 2 iron bars. Waarom? Ik had ze toch erin gedaan. Moet toch even monsterops hierin doen? Een bordje? Kijk, zal ik het doe even maar doen? Iets. Padam, 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 padam. Mob drops. Chest. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, dan kan ik die er ook in doen. Ik heb ook name tags. Ja, die kan je hierin doen, bij de waardevolle spullen. Kunnen we onze dieren namen geven? Dat is wel schattig, toch? Clarabella! Ja, doe Clarabella. Ik ga een Clarabella maken, let op. Je moet eerst een name tag. Ja? In de anvil. Oh. En dan kan je die een naam geven. Oké. En dat kost geen punten? No. Jawel, enchanted. Niet. Ik wil kijken. Oh. We kunnen ook eens met de paarden gaan dan lopen, toch? Oh, dat kan ook nog. Kijk. Oh, Clarabella. moet niet met een K. Nee, nee, nee. Dat is Clarabella. Hij houdt van me. Dat is Spaans. Oké. Met een C. Exotisch, hoor. Ik vind sowieso de cobblestone ziet er wel leuk uit hier. Maar misschien moet dat even 1 hoogte maken. Ja, die loop je natuurlijk laag, hè? Ja, oké. Okay. Hé, hey Emma, wat kom je doen? Moet je naar binnen? Ligt ook ik heb een taart voor sneeuw. Volgend pas. Speciaal voor aflevering 30. Echt? Oh, dankjewel. Nam, 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 nam. Oh, nam, nou, nam, aardig nam, Emma. Speurtocht. We gaan het doen. Oh, Tim zit te vissen daar. Schattig. Kijk dan, hij heeft zijn vissersplek. Oh, hij heeft een hoed. Hij heeft een stoeltje ook. Schattig. Schattig. Hij is lekker aan het vissen. Zullen we de speurtocht doen? Ja, ik weet niet, je moet pad volgen. Oké. Nee, dat die wat we net hebben gedaan, toch? Oh, ja, ik durfde niet in. Maar wat zag je dan? Ja, niks. Ja, moet je maar eens kijken. Stefan. Ik viel naar beneden en toen... De jungle volgt de fakkels. Ik ga de jungle doen, ja? Ja, oké. Okay. Dat doe ik ook dan. Ook daar durf ik weer niet in, maar volg de fakkels. Oké. Okay. Oh, dit hou... Wow, mooie jungle. Mooi. Moet je hier niet naar boven of zo? Oh ja. Dat waarschijnlijk wel. De jungle volgt de fakkel. Oh, hier naar boven? Wat? De jungle. Allemaal bordjes. Hier naar links. Dropje van Vincent en Roy. Dorpje. Dorpje. Zei je dropje? Zei dat jungle? Oh, daar. Is er nog een bordje? Heel raar. Jungle. Jungle. Hebben we misschien een vraag waar de jungle is of zo? Dat iemand dit heeft gedaan. De jungle. Oh, hier staat het bordje nog. Moeten de torches volgen of niet? Ja, toch? Ja, ik dacht het wel. Oh, dan gaan. Maar het stopt hier. Naar boven. Ja, naar boven? Oh. Padam, padum, padam, padam, padum. Jij. Padam, padum, badada. Padum, padum, padam, padam, padum. De jungle. Ik ben heel benieuwd. Volgen de torches maar. Mij gaan we naar de jungle. Ik weet niet zeker hoor, of dat zo is. Ik zie denk dat het blokje. Best wel ver weg is hoor. Doet het oranje blokje hier? Die neem ik mooi mee. Oh. Ja. Hey. Okay. Hier is een brug gemaakt en ook weer. Oh, mooi zeg. Bij. Mooie brug. Echt mooie brug. Ik ben heel benieuwd. Ik wil ook niet dat het daar teleurgesteld worden. Want dat iemand dat helemaal vanaf daar gaat neerzetten in bordjes. Wat een gekke werk, zeg maar. Het is ver lopen. Oh jee. Oh jee. Nog een huisje gemaakt daar. Dat er, ik kom nog eens wat tegen. Ja, daarom. Jeffrey, houdt vol met je koalapootjes? Nee.
Schattig. Klinkt heel zacht, Jeffrey. Word moe. Ik denk dat daar niks voor te verstaan in de opname. Kijk hoor. Nee, Jeffrey, kan je wat harder praten, man? Ik weet niet, werkt dit? Ja, beter, iets beter. Nice. Nou, weer zacht. Kijk, voor de torches. Jeetje, kost het niet aan de andere kant nog een dichterbij een jungle? Maar wie heeft die bordjes neergezet, Roy? Kun je dat zien? Wacht, moet ik even kooien. Dit is gedaan door Arnos. Arnos, oké. Arnos leidt ons de weg. Naar de jungle. Heel veel torches ook ervoor gemaakt. Maar ik ben benieuwd of er nog eindelijk een grap komt of zo, weet je. Want we lopen nu een hele speurtocht. Dit vind ik wel een speurtocht. Gewoon één boom, zo van, dit is de jungle. Ja. Ja, nog wel een bord hier, hoor. We lopen nog wel de goede kant op. We hebben af en toe wel gerekend. Oh, hier wordt het. Oh, torches, ja. Waarom die dit heeft gedaan? Ik snap het ook niet waarom die dit heeft gedaan. Ik heb echt zo'n idee dat we dit zo in een video hebben gezegd of zo. Van, oh, we gaan een jungle zoeken en niet gevonden. Ik denk dat hij dit ook, voor ons. Ja. Dat lijkt me ook wel zoiets. Maar waarom wou we een jungle zoeken dan? Weet ik niet. Voor jungle woods. Oh, daar moet ik echt heel goed om me heen kijken. Oh, daar. Heb je een, oh, daar. Ik vind dit wel iets meer hebben van een speur, toch, zeg maar. Schattig. Wat staat er? Over het water, oké. Okay. Oh jee. Oké. Daar gaan we. Snuffer is trying to swim in lava to escape witch. Echt waar? Staat de witch. Oh jee. En ook wat sugarcane's meenemen. Zo. Schattig. Oh, ik zie daar weer een torch staan met een. Met een... Uit. Valt niet in het gat. Welk gat? Een stukje terug. Oh. Volg de fakkels nou. Ja. Padam. Padoem. Ik ben wel benieuwd of dat er echt een jungle is. Hé, hey, iemand pakt een rol op. Ja, longdrol. Jammer dit. Hang jammer uit. Dit. Padam. Padoem. Is dit niet van een super dom? Poem. Ik zie een bordje. Oh, dit kunnen we ook gebruiken trouwens, dit hout. Maar ik heb geen hakbel, Roy. We hebben wel heel veel hout nodig trouwens, hoor. Oh, Roy, help me even. Echte houthakkersvrouw. Dank u. Nee, ik heb geen axe, joh. Hallo. Ik heb alleen een pickaxe. Ik weet niet of dat goed is voor boom. Nou, nee. Oh, dankjewel. Lodder heeft voor ons geholpen. Gaan we verder lopen? Jullie lopen allemaal verder? Ik denk het wel. Wacht op mij. Rennen, joh. Nee, je gaat ineens spontaan rennen. Achterlijk aan. Oh, wat is dit? Oh, we hebben een paal. Waarom twee? Oh, hier. Ja, heb je juist je voorloop? Wat? Je moet ons leiden, hè? Wat is stoel er bovenop? Hoor. In die bomen, ja? Hey, XP. Best wel ver lopen, ja. Ja, dat is een beetje ver. Een betere. Maar het is wel handig. Het is wel handig. Dat weet je wel waar een jungle is. Vark komt achteraan waarschijnlijk, omdat ik een been in mijn hand heb. Chance. Padam, 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 padam. Oh! Oeps. Ik hoorde echt iemand een paar. Jongens, dit duurt heel lang. Ik heb het gevoel dat het niet echt. Ja, ik denk wel dat het naar een jungle gaat, maar dat het gewoon heel ver weg is. Ik denk dat er daar een bordje staat met van fopje, flauwmopje, weet je wel. Dat je dadelijk gewoon weer uitkomt van haha, jullie hebben een rondje gelopen. Echt hè? Nee, wel. Ik denk nee. Ik denk echt naar een jungle. Er is heel ver de map in hoor, dit. Echt hè? Ja. Ik weet niet hoe groot die map doorloopt. Ik weet het ook niet. Oneindig. Hij heeft wel echt een brug gemaakt en zo. Al die moeite. Ja, schattig hè? Dit is ook al geen bos. Oh, jungle. Kijk hoor. Zo. Naar boven. Oh, we moeten nu naar boven, joh. Oh jee. Via de leaves. Gaan naar boven.
Ja? Waarschijnlijk had hij geen zin in ook maar even eten. Naar boven. Och. Jeetje, wat. Jungles zijn zo ver weg, jongens. Onderschat dit niet, hè? En dit is echt extreem ver lopen voor deze video. Maar het is een special, jongens. Het is special. Aflevering 30, maak het uit. We gaan gewoon lekker zoeken naar die jungle. Want iemand heeft het uitgestippeld. En als we daar zijn, dan? Ja, dan weet ik het niet. Cacao-bonen, ja? Groeien die daar? Ja. Wat kunnen we daarvan maken? Chocoladecookie? Ja, chocoladecookie. Let op lava. Oh. Hij heeft wel goed uitgestippeld met toortjes, maar huh? Die toortjes kan je wel goed gebruiken hoor, want er zit een hoop kool achter. Gewoon allemaal slopen. Oh! Ja, kool! Wacht, kan ik hem meenemen? Oh, ja, pak maar. Tada, tadam, 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 tadam. Wat een bosjesje. Tadam, tadam, tadam. Badam, badum. Badam, tadam, tadam. Bobby. Heel veel kool hier. Ja, lekker joh. Stout de lotte wel. Ja? Lekker ja, best wel aardig wat hoor. Ja, ja. Ah, oké. We can use that. We can. Collie, collie, collie. Ik heb er toch 20 kool uitgehaald. Dat is toch wel lekker joh. Als nog wat zie je kool dan graag... Oh, ik zie zo'n sneeuwtop joh. Ja? Oh, wow. Ja, daar in de vette, ja. Oh ja. Sneeuw. Ook mooi hè, maar ja, dat weet je veel. En nu? Ik ben bang dat het zometeen weer nacht gaat worden. Even kijken. Oh, heb je zelfs een enchanting table neergezet hè? Waarom heeft hij zo. Waarom... Oh, die bloemen weer meenemen, Roy. Oh. Padam, padum, padam, padam, padum. Dit is echt extreem lang voor mij. Heb ik nog nooit zo ver gelopen in Minecraft. Daarom is dat wel leuk om een keer dit te doen hè? Echt hè? Kijk hoor. Ik weet niet wat er in de chat gebeurt, maar iemand verpest wat. Ik weet niet waar het over gaat. Ja. Ik weet het ook niet. Kijk hoor. Het wordt inderdaad dag, maar ik dacht het even niet. Ik dacht het even niet. Naar beneden. Oh, kan jij naar beneden? We komen nu op... Ga niet zeggen dat het water moet oversteken, hè? Ah, oh, damn. Nee, we gaan langs het water. En ik denk dat... We er komen. Ja, we moeten share naar de overkant. Hier hebben we een beweggetje voor kunnen maken. Ja, echt, hè? Jammer dit. Jammer dit. Padam, 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 padam. Padam. Oh jee. Ik denk dat... Maak maar een bootje en vaar rechtdoor. Ja, ik vind dat... Ja, maak maar een bootje. Wie heeft er hout? Heeft er iemand hout voor ons? Ja, ik heb wel wat spruce wood. En hoe maak je een bootje ook weer? Ik heb hem al, ik heb hem al. Lodewolf, stout. Ook een bootje. Kijk hè. Gaan we naar de overkant? Ja, biep, als we tegen elkaar aanstoten dan... Helemaal naar de overkant? Ik weet niet. Ja, jij het. Ik denk het. Nou, daar zitten we dan, jongens. Deze avontuurlijke reis met iedereen. Dat is wel heel echt, grappig, hè? Hoor. Het ziet er wel heel leuk uit vanuit mijn perspectief, hoor. Oh, nou, iedereen kijk, in dat bootje. Nogmaals, Roy Games kan je de Roy's aflevering zien. Ik zie wel een paal staan. Ja, daar staat een paal. We gaan goed. Even kijken wat erop staat. Wacht even, hoor. Oh, schuin moeten we daarheen, oké? Okay? Okay. Dit is echt niet normaal. Hoe heeft hij dit ooit kunnen vinden? Dit is echt bizar, jongen. Ja, het is echt... Dat het zo ver weg is ook. Oh, er zaten heel veel kwallen bij elkaar. En toen we eraan kwamen, toen gingen ze verspreiden. Oh. Oh, kijk uit. Kunnen we kwallen je bootje kapot maken? Nee, toch? Weet ik niet. Volgens mij wel. Oh. Oh ja, blijkbaar wel. Is het kapot? Biefster... Oh! Biefster is arme biefster. Oh, biefster. Zwemmen. Volgens mij ben ik er, ja. Met die koala ik weet niet of dat jungle is. Nee, maar dat is heel donker hout. Dat hebben we ook niet.
Ja, maar het is wel lekker verhoudt bij elkaar. Hè? Oh, daar zie ik al een bordje. Daar zie ik een bordje. Wacht even. Met een huisje. Met fakkels. Ja, daar staat het weer. Oh, schattig. Oh, koala, kom maar hierheen. Oh, dit is toch een jungle? Oh, daar staat een hele grote paddenstoel. Ja. Wat staat daar? Rusten of slapen? Oh, heeft hij een huisje gemaakt? Oh, kijk die grote paddenstoel. Waar? Daar, rechts. Oh nee. Nee, dat wil mijn paddenstoel. Hou weer vast. Kan je die meenemen? Ja, kan pak mee... maar. Dan ga ik even opnieuw opstarten. Padam, da-doem. Padam, padam, padam. Kunnen we dat gebruiken, dat spul, ja? Oh ja, die... Er komt niks uit. Ja, alleen met Silk Touch kan je die kapot maken. Nou, toevallig heb ik die. Ja? Nee. Oh, ik dacht dat ik hem had. Oké, nou we hebben niks aan. Jammer dit. Nee. Oké, dan wacht even op Roy. Ja, ik ben er. Ja, paddenstoel kunnen we niet meenemen, want ik heb geen Silk Touch pickaxe. Badum, badum. Heb je eten nodig, Tim? Ja, oh, hier. En die zit alweer de vis op. Okay. Mag niet. Let's go. We moeten namelijk dit avontuur wel goed afsluiten. En hier is een bordje met... die kant. En volgens mij is daar wel er enigszins iets te bekennen van wat wij een jungle noemen. Denk je niet? Nee, toch? Hoe? Is dat niet, of is dat... Nee, dit is dat... Nee, dit is een moeras. Een moeras. Ja. Oh, oké. Okay. Ik was even... Maar hij heeft wel een hele brug gemaakt, die tonnen wel. Wat is dat? Een jungle? Wow, hij heeft wel een waterlelie zelfs erin geplaatst. Wauw. Loop even waterlelies heen. Oké, okay, we zitten nu keihard in de moeras. Schattig. Een zwarte schaap woont hier. Het is wel een beetje donker hier allemaal. Dit is ook meestal heksen, hè? Ja? Ja, joh. Hebben ze een eigen huisje? Ja, er loopt er al één. Ja, ik zag net zo'n heks. Nee, hier zo. Kijk, naast me. Ja, er loopt er één, jongens. Wil je... Oh, de heks voor me aan, jongens. Kijk uit. Lopen, lopen. Ze zit achter ons aan. Think up. Waar zijn de toortjes? Oh, daar. Moet er niet weer een boot... Neem een boot. Oh, je kan er nou... Oh. Er is helemaal geen weer een boot? Boot? Oh, neem een boot, maar er zit geen boot in. Oké, en... Dat moet je hebben. Nou, jij kan er een maken, toch? Ja, dat kan. Ik heb ook een koubonen trouwens, by the way. Nee. Moet helemaal naar de overkant, ja? Ja. Wat een avontuur, joh. Echt, hè? Het wordt een hele lange aflevering. Het wordt een lange aflevering, maar aflevering 30 we doen is gewoon een keer gek. Padam, padum, padam, padam, padum. Waarom zit dat nummer heel in mijn hoofd? Oh, ik crash. Maakt niet uit. Oeps. Hier naar boven. We gaan hier naar boven. Jeetje. Ongelooflijk. Hallo. Oh, liefst even om me wachten. Kijk hoor. In summer! Hebben heel veel fans, hebben heel veel signs. Hè? Hoe ver is die niet opgeraaid, joh? Hoeveel werk hier aan heeft gezeten? Ja, daarom. Ik vind het leuk om even te laten zien. Echt, Badum, badum. Ja, jongens. Oh. Door de tunnel. Echt? Door de tunnel. Door de tunnel. Oh, schattig. Herhaling. Rustplek. Oh. Waar is dit van alles in? Mossy stone? Die weet ik wel. Hey. Waarom doe je dat? Weg! Nou, dan kan ik even tijd winnen voor die kool hier. Ah, jullie rennen anders rennen jullie zo hard door hier. Oké. Kijk eens, kijk eens. Kijk, hier naar beneden. Wacht even, ik kom eraan, wacht even. Oh, daar. Oh,
Oh jeetje, we komen. We zoeken een schat. Wij zoeken een schat. Wij zijn om die nog te vinden. Al dagen lang op pad. Volg nou de fakkels maar gewoon. Oh, coal! Working in the coal mine, going down, down, down. Working in the push, push. I got the push, push. Push. I got the noosh, noosh. Zo. Eeuwig. Wat een gebieden ook. Ja, ze komen er wel tegen, joh. Ik wacht, ik kom eraan. Schattig, hoor. Ja, ik wacht op je. Hier kom ik, Roelie. Ik vind ze Rick lol er al, maar even weg teleporteren dadelijk. Oh. Even kijken hoor. De berg op. Jeetje, sneeuwgebied. En een kippetje. Kippetje. Oh, damn. Deze kant op. Zijn we nog met de hele groep? Want ik zie alleen nog maar Tim en Irma. Waar zien jullie? We zijn nog aan de andere kant van de berg. Oh, Roy, lukt het nog? Ja, ik kom. Oké. Okay. Echt wel pijn in mijn pootjes, hoor. Ja? Ik pak dan even die sugar canes als jullie toch nog... Oh, kooi. Oh, kooi wel. Wacht even. Dit is wel een mooi plekje, joh. Het lijkt alsof het helemaal kapot is gemaakt hier of zo. Alleen maar stone. Nou, dat is wel een heel mooie hint om hier even kool te rapen, zeg maar. Zo. Nog meer kool? Ja, daar. Oh, dit is wel een overzichtelijke plek om te kijken waar je kool kan vinden hier. Oh, thank you. Zo. Zo. Lekker verkooien hier. Working in the coal mine. Ik ben benieuwd of mensen deze hele aflevering afkijken. Dat was iets van... Ja, die skippen ze door. Skippen, ja. Jullie skippen gewoon stiekem, hè, mensen. Echt, hè? Ja. Als jullie skippen, dan kunnen jullie nu in de comments zeggen. We hebben tot zover gekeken. We hebben niks geskipt, we hebben alles gezien. Ja, maar als ze het hebben geskipt, dan zie je... Waar zijn de bordjes? Rooi terug, hier. Naar Tim. Hé, Pieter is er ook. Wauw, wat een verrassing. Hallo, Pieter. Hoe kom jij nou hier? TP. Ook een stilvuur. Oh ja. Kijk hoor. Tim, wat staat daar voor bordje? Door de tunnel. Oh, weer een tunnel. Yeah. Working in the coal mine, going down noosh noosh. Working in the coal mine, up, ik had een end. Ja, naar achter. Ik ga weghalen. Haal naar achter. Heavy. God, dat is niet aardig. Nou, het leven. Weg iedereen naar achter. Ik ben thuis, ja, ik ben eerder. En dan ga ik jullie jungle schat stelen. Oh. Ja, jammer met je sneeuwballen. Hier naar beneden. Oh. Ik heb het gevoel dat het dan... Oh, huisje, joh. De jungle is aan de overkant. Zo, gaan jullie maar. Tip je wel. Dag. Oh, dat is wel heel leuk. Kijk, daar is een boerderijhuisje. Oh, dat is de jungle. Oh, jungle. Oh. Hey. Nou. Ik ben als eerste! Yay! Woehoe! Welkom in de jungle! Yes! Gefeliciteerd! Wat staat in de brand hier? Wat een enorm lang pad heb je gemaakt. Erg tof en leuk bedacht. Groetjes, Bram. Bram wie? Je kan een eigen chest in de kelder zetten. Oh, kijk allemaal. Gratis beans. Oh, leuk joh. Daar kwamen we voor. Hey, ik zie iron. Dat is even iets waar ik even naar ga streven. Ja. Oh, je zit in zijn kelder? Ja, ik heb eieren gevonden. Ach. Ja, wat? Waar, in zijn chest zeker? Nee, hier, in de mijn. Oh! Zo, nu is... Ik heb gemijnd hier. Zo. Oh, veel afgelegd hoor. Oh. Gaat het hier juist nog verder? Even kijken. Ik weet niet. Ja,
Als je bomen sloopt, sloop je ze al helemaal. Nee joh. Natuurlijk niet. We kunnen wel wat meenemen, Arowin. We kunnen voortplanten. Ik heb wat 2 stacks van die cocobonen. Ja, heb jij een... Ik moet een hakbel hebben, joh. Ik heb geen beltje. Ja, ik heb beltje. Wel een hakbel. Oké, ja, ik heb er een nodig. Even kijken. Gooi sneeuwballen naar sticks, je. Kijk. Oh, kijk. Wacht, ik kan misschien wat maken met stone. Wacht even. Zit hier zo'n... Oké, dan. Die kan hier liggen. Gratis beans. Oh, kan je die beans afpakken? Oh jee, oh, dit is de private chest, denk ik. Wat een schattig huisje. Al die beans pakken. Auw. Doe je toch niet, hè? Hier in de chest liggen er. Die kon je meenemen. Ja, die zijn allemaal op, joh. Oh, we moeten wat van de jungle nieuwe planten. Pakken. Nieuwe planten. Hoe plant je nieuw? Boom niet slopen. Als je hier bent geweest, plaats maar een bordje. Dan heb je nieuwe planten, nieuwe planten. Ja. Moeten vandoor. Oh, doeg. Doeg. Oh, je zit er niet zo in mijn loer, Jatte Pieter. Echt. Als je bent geweest, plasma een bordje, Dela. Daily Arnolds, volgens mij. Kijk, heb je al Jungle Wood, Roy? Nee. Ja, Jungle Wood moet meenemen. Oké, ik doe. Wacht even. Heb je hier een... kan je hier een crafting table hier in de buurt? Ja. Ga ik deze boom slopen? Zal ik daarachter even een boom slopen? Doe maar iets. Gewoon hier. Oh. Ja, hij is een hele grote jungle. Ik zou niet hier in de buurt wat slopen. Gewoon een grote boom. Nou mensen, ik denk dat we hier de video bij laten. Ja. Want ja, bedankt voor het kijken iedereen. En we gaan nog even wat jungles pakken. En tot de volgende keer. Aflevering 31 wordt gewoon weer een normale aflevering. Niet zo lang, niet zo gek. Maar dit vond ik wel heel vet om even te kijken. We zijn hier al in de jungle, dus dat scheelt. Ja. Nou, doei iedereen. En bedankt voor het meedoen. Iedereen bij de jungle. Doeg, zwaai even kasteel. Doeg. Oh. Ik verdrink. Zo.